Op Rodos stellen de blindgetrouwd koppels zich steeds meer open naar elkaar en gaan ze moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Zo lijkt Emiel luid op te twijfelen of Emma wel de perfecte match is voor hem. Ik ben het niet gewend om met iemand samen te zijn die een klassevrouw is zoals jij, zegt hij. Klassevrouw bedoel ik superpositief, maar er kruipt ook veel tijd en. Niet tijd en werk in. Je snapt wat ik bedoel, aarzelt Emiel. Ik apprecieer dat enorm dat je dat voor mij doet, om er mooi uit te zien. Super hard, maar ik moet eerst even voor mezelf tot de conclusie komen of dat iets is wat ik op lange termijn oké okay vind. Ik vind het sowieso oké, okay, maar het moet passen bij mij. Het was dubbel, hij gaf mij tegelijk ook een compliment, geeft Emma toe voor de camera's. Het kwam er bijna op neer: ik vind jou heel knap, maar ik ben dat niet gewoon. Ik vind het goed dat hij daar al over nadenkt en dat hij daaraan wil wennen, want ik ga mezelf niet veranderen. Ik wil gerust water bij de wijn doen in een relatie, maar mezelf, mijn intrinsieke persoonlijkheid, mijn waarden, die voor mijzelf individueel zijn, die ga ik voor niemand veranderen, staat Emma duidelijk op haar strepen. Uh, een klasse vrouw, maar dat is dus eigenlijk wel geen compliment, want alles achter de maar doet het voorgaande weg. Ik zou keihard in de war zijn na die uitspraken, merkt een kijker op. Ik denk dat zij niet zo goed samenpassen. Hij lijkt mij een man die heel down-to-earth is, terwijl het voor haar allemaal wel een tikkeltje meer mag zijn en ze op lange termijn op elkaars zenuwen gaan werken, zegt een andere kijker.